Hoofdstuk 10. Gezondheid. Paragraaf 10.2. Je huid. Aan het einde van het filmpje moet je de volgende vragen voor jezelf kunnen beantwoorden. Wat zijn de functies van de huid? Hoe blijf je op temperatuur? Hoe geneest een mondje? Hoe beschermt de huid je tegen de zon? En hoe ontstaat huidkanker en hoe behandel je het? De huid is net zoals de darmen, het hart of de longen een orgaan. Het oppervlakte van de huid van een volwassen persoon is ongeveer 2 vierkante meter. Hiermee is de huid het grootste orgaan van het lichaam. De huid bestaat uit drie lagen. De buitenste laag heet de opperhuid. Deze laag bestaat uit de hoornlaag en de kiemlaag. De hoornlaag sluit steeds af en in de kiemlaag vindt celdeling plaats, waardoor van binnenuit de hoornlaag aangevuld wordt met nieuwe cellen. De tweede laag is de lederhuid. In deze laag zitten spieren, talgklieren, zweetklieren, bloedvaten, zintuigen en haarzakjes met haren. De talg uit de talgklieren houdt de huid en haren soepel. Zweetklieren en bloedvaten helpen om de lichaamstemperatuur te regelen. De zintuigen geven informatie over wat je voelt door aan je hersenen, bijvoorbeeld informatie over veranderingen in de temperatuur. De derde laag is het onderhuidse bindweefsel. In deze laag lopen bloedvaatjes en zenuwen en is vet opgeslagen. Dit vetlaagje beschermt je tegen de kou. Het heeft een isolerende werking. De huid heeft drie functies, namelijk het lichaam op temperatuur houden, bescherming tegen vuil- en ziekteverwekkers en bescherming tegen de zon. Hoe zorgt je huid er dan voor dat je lichaam op temperatuur blijft? Normaal is je lichaamstemperatuur ongeveer 37 graden. De temperatuur mag een halve graad lager zijn of een halve graad hoger. Maar als de temperatuur warmer of kouder wordt dan dat, dan moet er iets gebeuren in het lichaam. In je huid zitten daarom temperatuurzintuigen. Wanneer deze zintuigen meten dat de temperatuur te hoog of te laag is, geven zij een seintje naar de hersenen. Je hersenen gaan vervolgens regelen dat de temperatuur in je lichaam weer daalt of stijgt, afhankelijk van de situatie. Bij een te hoge temperatuur gaan de bloedvaatjes in je huid verwijden, zodat er meer bloed doorheen kan stromen. Je huid wordt daardoor rood en warm en geeft extra warmte af aan de omgeving. Als je warmer wordt, maak je zweetkleren meer zweet. Je huid wordt nat en het zweet verdampt op je huid, maar daar is wel warmte voor nodig. De warmte gaat uit je lichaam waardoor je afkoelt. In een droge sauna is de lucht heel droog. Er zit weinig waterdamp in de lucht. Hierdoor verdampt het zweet op je huid veel makkelijker, waardoor je niet te snel overveet raakt. Als je koud wordt, krijg je hersenen ook signalen door. De hersenen regelen dat je weer warmer wordt. De bloedvaatjes in de huid worden nauwer. Hierdoor stroomt er minder bloed doorheen. Je lichaam houdt zo warmte beter vast. Een koude huid is door de nauwe bloedvaten bleek en de haartjes staan rechtop. Je krijgt dit bevel. Op deze manier probeert de huid warmte vast te houden door een extra laagje te creëren. Alleen hebben wij daar te weinig haar voor en heeft het nu niet echt meer effect. Daarnaast ga je rillen. Bij rillen bewegen veel spieren een beetje, waardoor er warmte vrijkomt. In, in dit plaatje zie je dat de doorsnede van de haarvaten in de huid gereguleerd kan worden. Rondom de aders in de huid zitten kringspiertjes. Wanneer de kringspiertjes samentrekken, wordt de diameter van de haarvaten groter. Hierdoor stroomt er meer bloed door de haarvaten en kan er extra warmte worden afgegeven aan de omgeving. De kringsplitsen kunnen ook ontspannen. Dit gebeurt als de temperatuur te laag is. Hierdoor neemt de diameter van de haarvaten af en stroomt er minder bloed door de haarvaten en wordt er minder warmte afgegeven aan de omgeving. Hoe geneest een wondje? Je huid heeft als functie vuil en ziekteverwekkers tegen te houden zodat ze niet in je lichaam terechtkomen. Als je een wondje hebt, is je huid beschadigd en kan er op die plek vuil met ziekteverwekkers in je lichaam komen. Daarom wordt een wondje zo snel mogelijk dichtgemaakt door je lichaam. Dit gebeurt met bloedplaatjes, stollingseiwitten zoals fibrinogeen. Als je een wondje hebt, knappen de bloedvaatjes open. De stof trombine komt vrij en deze reageert met het stollingseiwit fibrinogeen. Door die reactie ontstaat een netwerk van heel fijn, kleverige draadjes, de fibrinedraden. In die draden blijven de rode bloedcellen hangen. De draadjes en bloedcellen drogen op tot een korstje. Dat heet bloedstolling. Er kan dan geen bloed meer uit het wondje komen. Onder het korstje herstelt je huid en als de huid genezen is, valt het korstje af. Hoe beschermt de huid je tegen de zon? De zon geeft verschillende soorten straling af, waaronder ultraviolette straling, ook wel UV-straling genoemd. UV-A-straling dringt tot in de lederhuid door en UV-B-straling dringt alleen tot in de ophuid door. Onder invloed van UV-straling maken de cellen in de kiemlaag, dit worden melanocyten genoemd, kleine korreltjes bruine kleurstof aan. Deze kleurstofkorrels worden pigment genoemd, hierdoor wordt je bruin. Pigment zorgt dat de UV-straling minder diep je huid kan binnendringen en beschermt je zo tegen de UV-straling. Niet elke huid maakt evenveel pigment, vooral mensen met een heel blanke huid worden nauwelijks bruin. Als je onvoldoende pigment hebt om je huid tegen UV-straling te beschermen, verbrand je de huid. De cellen in de hoornlaag sterven af en je vervelt. Sommige mensen hebben door een afwijking weinig tot geen pigment en worden albino's genoemd. Getinte mensen hebben juist meer pigment en worden beter beschermd tegen de zon. UV-straling kan ook de cellen in de kiemlaag van de huid beschadigen. Als die huidcellen te vaak worden beschadigd, kan dat leiden tot huidkanker? Hierbij gaan de huidcellen zich extra snel delen en ontstaat er ophoping van cellen. Dit wordt een gezwel of tumor genoemd. Tot je zestiende ben je extra gevoelig voor UV-straling van de zon. Je hoornlaag, de natuurlijke bescherming van de huid, is nog niet zo goed ontwikkeld. Daardoor is de kans dat je kiemcellen beschadigen groter, met als gevolg dat je later een grotere kans hebt om huidkanker te krijgen. Gebruik daarom een goede zonnebrandcrème om je tegen de straling van de zon te beschermen. Kanker is een ziekte die kan ontstaan in je huid, maar ook in je botten, darmen, bloed of andere organen. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker. Maar hoe ontstaat kanker precies? Als eerste verandert een normale cel in een kankercel. Dit komt doordat het DNA van een normale cel heel erg beschadigd raakt. Het DNA van de cel kun je vergelijken met een recept voor een bepaald gerecht. Wanneer het recept niet meer klopt, kan het gerecht niet goed meer worden gemaakt. Dus wanneer het DNA beschadigd is, kan de cel zijn functie niet meer goed uitvoeren en gaan er allerlei dingen fout. In veel gevallen wordt het beschadigde DNA door de cel zelf gerepareerd of wordt de cel door je lichaam opgeruimd. Maar soms gebeurt dat niet en de kankercel blijft zich dan delen en vormt een gezwel of tumor. Zo groeiend gezwel kan de werking van een orgaan ernstig verstoren en het orgaan zelfs kapot maken. Uit onderzoek is gebleken dat er 5 à 6 specifieke fouten in de DNA moeten ontstaan voordat een cel verandert in een kankercel. Deze fouten worden mutaties genoemd. Beschadiging van DNA kan ontstaan doordat je lichaam een fout heeft gemaakt of doordat je bent blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Voorbeelden daarvan zijn UV-straling radioactieve straling, maar ook roken zorgt voor schade aan het DNA. Er zijn twee typen tumoren: kwaadaardige tumoren en goedaardige tumoren. Bij kwaadaardige tumoren bevinden de kankercellen zich door het hele lichaam en vormen ze op verschillende plekken nieuwe tumoren. Dit worden uitzaaiingen genoemd. Dit kan gemakkelijk doordat de kwaadaardige kankercellen via het bloed op andere plaatsen in het lichaam kunnen komen. Bij een goedaardige tumor zit de tumor op één plek in het lichaam en verspreiden de kankercellen zich niet, doordat er een kapsel om de tumor heen zit waardoor er geen cellen los kunnen laten. De naam is een beetje verwarrend, want een goedaardige tumor is ook niet goed. Stel je voor dat er een goedaardige tumor in de hersenen zit. De tumor duwt tegen de hersenen aan waardoor er allerlei hersencellen kapot gaan. Hoe behandel je kanker? Een arts kan een kankerpatiënt op verschillende manieren behandelen. Voor welke behandeling de arts kiest, hangt af van het type tumor. Meer dan de helft van de kankerpatiënten geneest van kanker. Operatie. De arts haalt de tumor weg. Behalve de tumor wordt ook gezond weefsel weggehaald. Daardoor wordt de kans dat inderdaad alle kankercellen verwijderd zijn groter. De tweede behandelingoptie uh, is bestraling. Je kunt kankercellen vernietigen door bestraling met radioactieve straling. Zowel kankercellen als gezonde cellen worden door de straling geraakt. Ook gezonde cellen kunnen daardoor beschadigen. Daardoor hebben patiënten vaak last van vermoeidheid en misselijkheid. Een patiënt krijgt daarom niet alle straling in één keer, maar dit wordt verdeeld over een aantal behandelingen. In de tussentijd kunnen de gezonde cellen zich herstellen. Dan de laatste behandeling, chemotherapie. Bij chemotherapie krijgt een patiënt cytostatica. Dat zijn medicijnen die kankercellen doden of die de celdeling remmen. Nadat de medicijnen zijn toegediend, volgt een rustperiode van een aantal dagen of weken. Dit heet een chemokuur. Een chemokuur wordt een aantal maal herhaald. Bij elke kuur wordt een deel van de kankercellen gedood. In de rustperiode gaan de cellen weer delen, maar niet tot hun oorspronkelijke aantal. De kuur gaat net zo lang door tot de laatste kwaadaardige cel is uitgeschakeld. Cytostatica stoppen ook de celdeling van gezonde cellen. Dat geeft bijwerkingen, zoals vermoeidheid, darmklachten en haaruitval, omdat ook de gezonde delende cellen worden aangevallen. Gezonde cellen zijn echter minder gevoelig voor cytostatica dan kankercellen. En nu heb je al deze drie behandelingen gehoord, maar soms wordt er ook een combinatie van behandelingen gegeven, bijvoorbeeld voor een operatie en daarnaast nog ook kortdurende bestraling. Als het goed is, weet je nu de antwoorden op de onderstaande vragen. Denk nog eens goed na over de vragen en schrijf de antwoorden in je schrift. Op deze manier bereid je je al heel goed voor op de toets, want je hebt direct een goede samenvatting en je hebt dan een keer goed nagedacht over de stof. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die als reactie onder dit filmpje posten of in je eerstvolgende biologie les stellen. Bedankt voor het kijken!